met de winnaar. Elma Reyners, nog even een slok. Die heb je nodig. Gefeliciteerd van harte voor een mooie overwinning. Ja, een hele mooie overwinning. Dus, we hadden gehoopt op een zware koers. Hé, laat die camera mensen maar. Hey. Fantastisch. Schitterend. En ook de noordelijke pers ook nog aanwezig is helemaal voor elkaar hier. Hey. Zoenen erbij. Gefeliciteerd. Hoe was de koers? Ja, de wind was, was veel wind. En ik denk echt dat was ploeg veruit de sterkste waren. En als je dan de koers nog kan winnen, dan is dat echt heel mooi. Continu steeds aangevallen. Het was koud, harde wind. Had je er last van? Viel het mee? Nee, ik denk dat wij gewoon echt een hele sterke ploeg. Dus dan moet je dit soort omstandigheden hebben. Ja, hoe heb je je voorbereid? Ik begreep dat je nog met Lindeman in gesprek bent geweest over hoe hij is wel heeft gewonnen. Ja, Lindeman is een goede vriend van mij. En als we allebei thuis zijn, dan fietsen we heel veel samen. Wat was zijn tip? Ja, de tip was gaan op de brug. Maar dat lukte niet. Is dat gelukt? Want jullie moesten ook veel strijd leveren. Heel veel aanvallen. Wij moesten zoveel mogelijk aanvallen. En we hadden de allersnelste man ook nog achteraan. Dus in alle opzichten, denk ik, hoe de koers ook liep, hadden we hem gewonnen, denk ik. Mooie overwinning zo hier. Mooi begin ook van deze nieuwe competitie natuurlijk. Ja, heel mooi begin. Maar ik zit nog niet met de klassement in mijn hoofd. Nee, dat duurt nog even, denk ik, hè? Dat duurt nog even. Okay, geniet ervan. Gefeliciteerd. Dankjewel.